Goedemorgen, dames en heren. De Belgische Rita Kuppes, die sinds eind oktober in Chili in de gevangenis zit, zal binnenkort worden vrijgelaten. Een militaire rechtbank in Chili heeft de beslissing van een burgerlijk tribunaal daarover bevestigd. Het bericht over de vrijlating is bekendgemaakt door minister van Buitenlandse Zaken Tindemans, die deelneemt aan de Europese top in Kopenhagen. Op die top proberen de Europese regeringsleiders en staatshoofden wat te doen aan de landbouwuitgaven van de gemeenschap. En ze zoeken ook naar een betere financiering voor Europa. Het belooft een moeizaam gesprek te worden. Op dit ogenblik staan de partijen nog ver uit elkaar. Aan de ene kant staan uiteraard de Britten, maar nu ook bijgesprongen door de Nederlanders die bijzonder streng willen zijn bij het beperken van de landbouwuitgaven. Daartegenover de Fransen en vooral de Duitsers die dan de ondergang vrezen van hun kleine boeren. Een bijkomende moeilijkheid is dat binnen de Duitse regering de minister van Financiën het geld dat daarvoor zou nodig zijn niet op tafel wil leggen. En ook in onze regering is een hartig woordje gewisseld tussen enerzijds begroting dat ongeveer op het Britse standpunt staat en anderzijds landbouw. En een bijkomende moeilijkheid voor premier Martens is dat België hoe dan ook meer zal moeten betalen aan de EG. In de begroting van volgend jaar is daar 5 miljard voor voorzien. Maar dat is de beste veronderstelling. In het slechtste geval moeten daar nog eens een paar miljard bovenop. En de volgende regering zal die hoe dan ook moeten vinden. Yegor Ligachev, de nummer 2 in het Kremlin, heeft Frankrijk gevraagd om ook mee te werken aan de ontwapening. Ligachev is in Parijs, waar hij als gast deelneemt aan het congres van de Franse Communistische Partij. We zijn bereid om met gelijk welk Europees land rond de tafel te gaan zitten om de veiligheid in Europa te bevorderen, zei Ligachev. We hopen dat Frankrijk in het licht van het akkoord over middellange afstandswapens ook zal besluiten tot een beperking van haar wapenarsenaal. Al dus nog Ligachev. En nog in Parijs is een akkoord ondertekend dat op termijn een einde moet maken aan de burgeroorlog in Cambodja. Het vroegere Cambodjaanse staatshoofd Sihanouk en de huidige eerste minister Hun Sen zijn het eens geworden over een reeks initiatieven die uiteindelijk moeten leiden tot een bestand. Sinds 1978 wordt het pro-Vietnamese bewind in Cambodja bevochten door diverse guerrilla-groeperingen. De belangrijkste daarvan wordt geleid door Sihanouk. En het is dan ook hoopvol dat precies hij een akkoord ondertekende met de Cambodjaanse regering. Luidens het akkoord moet het conflict in Cambodja op een vreedzame manier worden opgelost. Het zijn de Cambodjanen zelf die zonder buitenlandse inmenging zullen onderhandelen. Om Cambodja's onafhankelijkheid te garanderen, wordt op een nog nader te bepalen datum een internationale vredesconferentie georganiseerd. De sfeer op de Parijse bijeenkomst was alvast erg hartelijk. De twee onderhandelaars ontmoeten elkaar opnieuw in Parijs begin volgend jaar. De Belgische en Nederlandse mijnenvegers die ruim 2 weken in de Persische Golf hebben geopereerd, liggen nu voor anker in de haven van Abu Dhabi. Het is nu wachten op nieuwe orders. Vanuit Abu Dhabi een verslag van NOS-collega Harmen Roeland. De zeemacht kan hier in Abu Dhabi uitrusten van een aantal vermoeiende weken de Persische Golf. Eind november zijn de 3 Belgische en de 2 Nederlandse mijnenjagers door de straat van Hormuz gevaren, onder bescherming van Britse oorlogsschepen. Zuidelijk van het door Iran verboden verklaarde gebied is koers gezet naar een gebied boven Qatar. 240 vierkante nautische zeemijlen moesten daar worden onderzocht op de mogelijke aanwezigheid van mijnen. Maar de Belgische en Nederlandse schepen hebben bij Qatar niets gevonden. Er is geen enkele mijn gevonden, inderdaad. Dat wil zeggen dat het gebied mijnenvrij kan verklaard worden. Wij zijn gedurende 14 dagen hier aan het werk geweest. Wij hebben meter voor meter afgezocht. En met een zekerheid van, laten we zeggen, 99% kunnen wij verklaren, het gebied is mijnenvrij. Dus geen vaart kan veilig passeren. Natuurlijk is het spijtig, ja. Wij leveren veel inspanningen. 14 dagen komen aan de stuk aan boord. Maar nog niks ervan. Ja. Aan de ene kant is het wel een beetje spijtig, omdat iedereen aan boord is voor inzet. Ja, onze opdracht is zo hier een mijntje te vinden. We hebben niets gevonden en ja, daar is waarschijnlijk niets. Toch op die plaats waar wij geweest zijn.
Voor het Nationaal Secretariaat van het Katholiek Onderwijs in Brussel is vanmiddag betoogd door studenten lichamelijke opvoeding. De studenten vragen minimum 3 uur lichamelijke opvoeding in alle onderwijsniveaus. In het eenheidstype dat vanaf september volgend jaar in alle katholieke middelbare scholen wordt ingevoerd, wordt in de 3e graad voor gym of sport maar 1 uur per week uitgetrokken. Zowat 500 studenten van het Instituut voor Lichamelijke Opvoeding van de Katholieke Universiteit Leuven en nog eens 150 studenten lichamelijke opvoeding van het Parnas Instituut in Dilbeek waren naar de Himaarstraat gekomen om er luid te protesteren tegen de plannen van het Nationaal Secretariaat voor het Katholiek Onderwijs. Terwijl het gros van de studenten op straat bleef, trokken 50 van hen naar binnen en deelden in de bureaus pamfletten uit. Daarop bepleiten ze dat 3 uur lichamelijke opvoeding per week een absoluut minimum is om de meer dan 40 uur kennisoverdracht te compenseren. Wanneer de ouders op deze dagen gewoon maar eens nadenken over het vroeg opstaan, een ganse dag zitten, tot 9 uur 's avonds studeren, ook met de weekends. Die ouders klagen van stress, van psychosomatische kwalen, van spanningen allerhande. Ook kinderen beginnen dat te krijgen. Wel, dan denk ik dat het qua mensvisie helemaal fout loopt. Als er 40 uur per week besteed wordt voor de kinderen hun hoofd en maar 1 uurtje per week voor al wat daaronder hangt. Maar de heer De Vis van het Nationaal Secretariaat lijkt niet geneigd om nog veel aan zijn eenheidstype te sleutelen. Ik begrijp ook wel een beetje het ongenoegen als men vaststelt dat er nu in de ISO-richtingen een 3e graad maar 1 uur lichamelijke opvoeding is, terwijl in het VSO vroeger 2 uur waren. Maar ja, er zijn 32 lesuren in een week en er zijn heel veel groepen mensen die meer uur vragen en we kunnen dat niet opvolgen. En we ronden af met het weer. Het blijft overwegend bewolkt en plaatselijk nevelig. De minimumtemperaturen schommelen tussen min 3 graden in Hoog-België tot 0 graden in de rest van het land. Morgen blijft het vrij koud met middagtemperaturen van 1 tot 4 graden. En dan nog eens het wegenbulletin. De toestand van het wegennet is normaal. Er zijn wel hier en daar rijm- of ijzelplekken. Voor bruggen en wegen geldt wintertype C2. Einde van dit tweede journaal, dames en heren. Nog een prettig weekend. Het is intussen 11:50 geworden, dames en heren. We zetten een punt achter deze televisieavond met een stukje poëzie in de coda. Ik neem alvast afscheid van u. Bedankt voor het kijken en voor straks wel te rusten en een prettig weekend. Geleefd, lieve vriend, heb je niet. En in de gloria was het evenmin. Je draagt de namen van zij die mijn vrienden waren en voorbarig werden uitgewist. En soms draag je mijn eigen naam en de naam van de vriendin.